We willen naar het werk, maar zonder geld of een oplossing kan dat niet. Dit zei leerkracht Meredith Hoogdorp, die sprak in de hoedanigheid van trekker van de actiegroep Wisa Stree vanmorgen tijdens het voeren van acties rondom het Onafhankelijkheidsplein. Al sinds vorige week zijn leerkrachten van verschillende niveaus in actie vanwege de economische situatie waarin ze verkeren. Hoogdorp zegt dat leerkrachten dagelijks worden geconfronteerd met een steeds moeilijkere situatie op vooral financieel gebied. Het is zaak dat er gehoor wordt gegeven aan de oproep van de leerkrachten, want ook zij verdienen een goede toekomst, meent Hoogdorp. Hoe verder je het binnenland ingaat, hoe moeilijker de mensen hun woonsituatie is. Weet u, mensen worden uit de stad gehaald en worden geplaatst, heel ver in het binnenland. En als ze aankomen, zien ze dat ze een huis krijgen, dat gewoon, als je een stap maakt, dat je gewoon erin zakt. Begrijpt u? De mensen reizen 2 dagen uit de stad naar het binnenland. Dan moet u nagaan dat ze geen elektriciteit hebben. Ze hebben geen leidingwater. Ze hebben niet genoeg brandstof om energie op te wekken. Dus hun voeding bederft. Dus dat zijn ook een van de dingen waarvoor we een hulp hebben gevraagd. En niet dat alleen, onze salarissen, een leerkracht krijgt 7000 SRD en 6000 SRD, het is geen doen. Leerkrachten verkeren niet in een ideale financiële situatie. De instabiele economie zorgt er ook voor dat de situatie steeds nijpender wordt, wat maakt dat het voortzetten van de dagelijkse werkzaamheden moeilijker wordt, meent Hoogdorp. Als je 100 euro huur betaalt, heb je 4200 SRD vandaag, met de koers van vandaag, heb je dan betaald voor je huis. En dan zit je al op minder dan de helft. Begrijpt u? En dan moet je nog gaan tanken. Je moet portioneren je eigen levensonderhoud. Dus het gaat niet. Het gaat niet meer. En ik hoop echt, ik roep de president op via elke podium die ik krijg om het te doen. President, ik roep u op. Kijkt u naar die problemen. Kijkt u echt, want we kunnen niet meer. Hoogdorp zegt dat zolang er geen oplossing en verandering komt in de financiële situatie van de leerkrachten, de acties normaal voortgang vinden. Als gevolg van de actie van de leerkrachten, die ook werd overgenomen door de vakbeweging, waren scholen en enkele banken vandaag gesloten.